Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Sims 3 op mijn kanaal. Ik ben Melvin. De vorige aflevering gingen jullie weer helemaal hauze wauze in je plauza met de duimpjes omhoog. Dat vind ik super chill om te zien. Zoals jullie kunnen zien is Melvin bij het zwembad aangekomen. We hadden de vorige aflevering iets, ik weet niet meer wat het was, maar dan moesten wij gaan zwemmen, gaan joggen en gaan truis trainen. En ja, we zijn nu bij het zwembad aangekomen. Het is wel 7 uur in de avond, maar ja, dat maakt niet uit. En ik zie dat er nog een chick aan het zwemmen is. Wij gaan ook gewoon zwemmen en kijken of we misschien nog even wat anders hier kunnen gaan doen. Ik weet niet wat er allemaal te doen is in het zwembad, maar dat zien we vanzelf allemaal wel. Bommetje, we zijn in het water. Heerlijk. Wie is dat? Zullen we eens kijken? Wedstrijdje adem inhouden met, hoe heet zij? Ik weet niet eens hoe ze heet. Zullen we gewoon naar haar toe zwemmen en kijken wie dat is? Ze ziet er eerlijk gezegd niet verkeerd uit, weet je? Ze ziet er niet verkeerd uit. Oh mijn god, dat was wel een hele lange tijd dat ze adem in konden houden. Moet je zien hoe lang die andere bitch onder water nog blijft. Holy shit, ik hoop niet dat ze stikt. Dat zou trouwens niet best zijn als ze nu ging stikken. Maar trouwens, nog even iets anders over Pauli... Wat de fuck gebeurt er? Oh mijn god, man. Zullen we eens kijken of spetteren misschien helpt? Ik weet niet wie dat is eigenlijk. Ze vinden het misschien leuk of niet? Nee, niet. Huh? Wat de heck? Wie is dat? Hallo, wie ben jij? Heb ik haar nu al bij mijn vrienden staan? Even kijken wie dat is. Wie is dat? Dat is geen Pauline. Dat is Tamara Donner. Een vreemdeling. Nou ja, ik vind het niet een verkeerde vreemdeling. Als we nou eens kijken of we uit het water kunnen gaan. Of kunnen we iets anders doen met haar dan alleen... Ja, we kunnen weer een wedstrijdje water in gaan, adem in gaan houden. Maar er is ook geen flikker aan. We gaan gewoon lekker uit het zwembad, weet je. Ik vind het wel genoeg geweest in het zwembad. Het is ook al 8 uur in de avond. En wie blijft er nou tot 8 uur in de avond zwemmen in de vrije tijd? Helemaal in een buitenbad, want het koelt ook gauw af meestal. Dus dat is helemaal gek. Al vraag je het mij. Klim gewoon uit het zwembad, man. Moeilijk. Wat doe ik? Oh, hij gaat wel. Huh? Wat? Melvin, klim uit het zwembad. Ja, kijk, kijk, kijk. Ja, tada. Melvin, die komt uit het zwembad. Wat mooi. Super. Nou, voor mij gaat Tamara ook wel uit het zwembad. Zullen we eens kijken of we nog iets met die Tamara kunnen doen. Roepen, Tamara. Hoblo. 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 Wat? Dat slaat helemaal nergens op. Oké, even serieus. What the hell? Nou, ze komt wel. Oké. Zoals ik de vorige aflevering zei, ging ik wel even proberen om hier een chickie te scoren. En moet je eens kijken, ze komt ook nog naar me toe, hé. Zullen we even kijken of ze vriendelijk met mij wil voorstellen, ja? Wat? Waarom ben ik onbeleefd? Ik ben helemaal niet onbeleefd. Zullen we even gewoon vriendelijk zijn en even een compliment geven over moed? Ja, waarom zou je het eigenlijk doen in het zwembad? Hé, ik vind je al heel moedig hoor, dat jij net met mij onder water bleef. Ik vind echt dat jij daar even een applaus voor krijgt, hoor. Dat moet echt... Oké, klaar. Dat was een leuk applaus voor Tamara, omdat ze onder water bleef van mij. Omdat ze zoveel moed heeft. Maar zullen we gaan even kijken om leren kennen. We gaan gewoon leren kennen. Die taal soms, het is echt zo slecht als je erover nadenkt. Maar ook dat mensen dat ooit een keer hebben ingesproken van... Hé, wij pakken jou van de straat en jij gaat voor ons even lekker een taaltje inspreken waar ik niet de naam van weet. Maar dat maakt niet uit. Nou, nog even meer praten. Ik vind het nog wel goed gaan. Zullen we even kijken of we erover iets romantisch kunnen doen? We zullen je een compliment geven op het uiterlijk. Want hé, geef toe, ze ziet er niet verkeerd uit, hé, voor in een spel. Even serieus, ze ziet er niet verkeerd uit. Accepteert het compliment? Nou... Niet echt. Wat? Heeft ze een partner? Nee! Nee. Wat heeft ze een partner? Wat is een partner? Cyclone? Wat is dat? Wat is een cyclone? Hé jongens, even serieus. Wat is een cyclone? Wat is een cyclone? Even duidelijkheid. Ze gaan dichter bij elkaar staan. Gaat ze nou vreemd? Ik begrijp het even niet meer. De vorige aflevering had ik het ook. Dat opeens bij die Pauline stond opeens een hang. Het gaat een soort van goed. Alleen, ik weet nog niet of zij nou een vriend heeft of niet. Want er staat dus partner. Maar wie heet er nou in het echt cyclone? Waarom zou je zo heten? Cyclone? Ik snap niet dat je zo wil heten, hoor. Sowieso, is dat waar dat die dus nu een partner heeft? Dat kan toch niet? Dat is toch serieus niet zo dat zij nu dus een partner heeft die Cyclone heet, hè? Even serieus, wie heet het? Cyclone. Ze lacht. Yes, ik heb een meisje aan het lachen gekregen. Woe! Maar ze weet ook niet wat ze wil, want jullie kunnen dus linksbovenin zien wat er heel dat staat. Er staat nu Tamara vindt dat Melvin leuk is. Maar het stond net zonder van Tamara vindt dat Melvin niet leuk of dat Melvin niet leuk is of zoiets. Dus ze weet niet echt precies wat ze wil. Nou, zullen we nog één keer proberen een visiertrucje uit te voeren? Misschien dat het gaat werken en ze praat opeens over het leger. Vraag mij niet waarom ze over het leger praat. Ik werk ook bij het leger en misschien dat zij dat ook leuk vindt. Oh mijn god, dat zou heel goed bij elkaar passen. Oeh, dit. Oh.
Wat? Waarom schreeuwt er iemand op de achtergrond? Dikke hondengeluiden, jongen. Om het sterrenbeeld vragen. Daar moet je toch interesse voor hebben. Waarom zou je eigenlijk interesse hebben in een sterrenbeeld? Wat voor sterrenbeeld ben jij? Ik ben namelijk een horoscoopmannetje die jou een horoscoop kan bepalen. Oeh, ja. Nou, zullen we nog even één ding? We gaan gewoon tot ziens zeggen. Oh nee, of zo. Wacht, nee, Tamara. Ik wil met je uit eten. Ze knuffelde. Doei. Doe het maar. Oeh, dat is. Melvin die is trouwens heel moe. Het is ook 1 uur 's nachts. 1 uur 's nachts en dan zit je nog in het zwembad. Wauw, nee, dat klopt niet. Wie gaat er nou om 1 uur 's nachts nog in het zwembad zitten? Even serieus, mensen. 1 uur 's nachts. Heel raar. Wauw. Maar even serieus, mensen. Voor mij heeft zij een vriendin, of ik bedoel een vriend, die Cyclone heet. En ik weet niet waarom die Cyclone heet, of Cyclone, of Tycoon, of hoe je het ook maar wil noemen. Dat vind ik heel raar. Maar ja, het is Jannes. Het is een leuke vriendin die we erbij hebben. En wij gaan nu thuis lekker even kijken wat we moeten doen. We moeten zo even kijken naar onze, wat zijn het ook alweer? Bij de behoefte. Ik zie dat we behoorlijk honger hebben. Dus wij gaan eerst even lekker een ontbijt eten. Midden in de nacht. Natuurlijk. We gaan weer aan de wafels. Want wafels zijn zo lekker. Dat weten jullie dus ook wel. We gaan even de tijd super snel vooruit spoelen. Zodat wij even lekker gaan koken. Daarna gaan wij lekker in bed liggen. En dan zie ik jullie, denk ik, morgen wel weer in de Sims 3. Goedemorgen mensen in de Sims 3. We zijn weer wakker. Wij gaan sowieso als eerste even kijken wat we moeten gaan doen. Zoals jullie hebben kunnen zien, kunnen we even lekker gaan douchen. Kunnen we even lekker onze blaas gaan legen door te plissen, passen, ploezen, allemaal in één. En gaan we daarna maar even ons plezier misschien wat omhoog knikken. Of we gaan gewoon proberen om Pauline te uitnodigen. Want naar mijn weten, en ik heb er net even over nagedacht, heeft Tamara Donner, of Deuner, of hoe je dat wil zeggen, een partner wat best wel hard aankomt. Maar ja, daar kunnen we eigenlijk vrij weinig aan veranderen. Zij heeft een partner nou eenmaal. En dat vind ik heel mooi van haar. We hebben tenminste wel een vriendin bij. En dat vind ik al heel wat. Nou, Melvin staat nu even lekker te pissen. Dat is mooi. Melvin die kan nu wel denk ik even gewoon Pauline uit. Fuck dat, nee. Is de fucking wc kapot. Shit wc. Nu moeten we dus maar even ontstoppen. We gaan even de wc ontstoppen. Dat is nog niet heel moeilijk. Waarom zou je er eigenlijk een reparateur voor moeten bellen, hè? Wauw, die geluidseffecten. Zie hem ook helemaal haboten. Ook hoe snel hij dat doet, hè. En hoe lang hij ook bezig is. Wauw, dat is echt zo slecht. Maar oké, weet je, ik zat eraan te denken om er weer even Pauline uit te gaan nodigen. Want ja, Pauline is toch wel een beetje onze hartendief. Zullen we anders even gezellig met haar naar de snackbar? Snackbar, nee. We gaan even gezellig met haar naar zwembad de Kleine Haai. Of naar wat zullen we even doen? We gaan gewoon even gezellig met haar uit eten. Zullen we dat even proberen, als ze dat wil? Oh ja, dat klinkt leuk. We zien elkaar daar. Fuck yeah. Melvin heeft een allereerste echte date zonder dat hij daar thuis bij hoeft te zijn. We gaan dus nu lekker uit eten bij de bistro. Ik weet niet meer welke bistro het was, welke ik had uitgekozen. Ja, kijk eens aan. Hier zijn we nu dus. Oké, Pauline is er ook al. Ja, Pauline is er ook al. Kijk eens aan. Ja, lekker. We gaan uit eten. Fuck yes, we gaan uit eten. Wat gaan we nu doen? Wat doen we? We zitten een bijbel aan horen. Yes. Yes, we gaan uit eten. We gaan uit eten. Wat gaan we eten? Wat zullen we doen? Zullen we buiten gewoon even lekker eten? Met anderen eten. Met Pauline van. Oké, we gaan lekker even buiten eten. Want het is prachtig weer in de Sims. Het regent niet. We gaan even hier lekker ergens zitten. Ook al gaat hij naar binnen. Waarom gaat hij naar binnen? Ik zeg toch net dat we buiten willen eten. Gaan ze naar binnen? Ah, bonjour. Melvin is er, Melvin. Oh, we moeten dus ons eigen eten ophalen. Oké. Okay. Waar is Pauline nou dan? Waar is Pauline? Pauline! Ziet al voor je, staat hij nu naar buiten te schreeuwen. En met een hondenbrokje in de hand gooit hij zo tegen de deur aan. What the fuck? Nee, dat is helemaal niet grappig, Melvin. We gaan even lekker uit eten, buiten eten. En daar staat. Gaan we nou niet aan dezelfde tafel zitten? Wat? Je moet wel je eten pakken. Gebakken boterham met pinda. Gebakken boterham met pindakaas en ham. Gebakken boter. Oké, dan. Wat? Nou, daar gaan we het niet over hebben. Wie nee. Die snap ik niet. Nou ja, we gaan hier even lekker eten. Oh, ze praten even gezellig. Hupsakee, zullen we even naar uitnodigen? We gaan gewoon even uitnodigen dat ze misschien straks met mij naar huis wil. Dat is misschien ook wel even leuk. Oh, gaat ze ook nog mee? Mindblown.
We gaan... Oh, damn. We nemen haar mee naar huis. Hier heb ik echt wel geld voor over. Hier heb ik zeker weten geld voor over. We gaan naar huis. Pauline, komt weer een keer bij ons, mensen. Weet je hoe mooi moment dat is? Waar is mijn huis? Hier is mijn huis. Moet je kijken. Oh, mijn god. Pauline is erbij. Zullen we alles maar even weer eens op de bank gaan zitten of zo? Ik weet niet wat ze gaan doen. Zullen we kijken? Ja, ze gaan op de bank zitten. Oh, mijn god. Pauline is er weer. Pauline is er weer. Helemaal mooi. Anders gaan we even let met haar praten. Zullen we even romantisch doen en even wat zullen we even doen? Zullen we even een complimentje geven over haar uiterlijk? Dat moet ook op zijn tijd gebeuren, weet je. Dat moet op zijn tijd gebeuren. Ja, jij bent heel erg, wat gaan we zeggen? Knap, mooi. Oeh, ze vindt het wel leuk. Ja, oeh, ze vindt het leuk. Oeh, ja, oeh. Wil je blijven logeren? Moet ze wel? Ze blijft logeren, mensen. Een date hebben met Paulien. Een date hebben met Paulien. We gaan een motherfucking date hebben met Paulien. We gaan date met Paulien. Ze blijft bij me slapen. En oh, 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 oh. Ze gaan helemaal hausa wausa. Oh shit, oh shit. Zullen we nog even meer romantische dingen doen? Oh, dus ik ga dus nu als het ware vreemd. Of nee, zij gaat vreemd. Huh? Het is dus wel waar. Zij heeft dus een relatie met Hang. Maar dat wist ik dus helemaal niet. Maar ik zag dus wel dat... Oh, kut, dus nu alles helemaal duidelijk. Alles is duidelijk, duidelijk, duidelijk. Ze heeft een relatie met Hank, maar ze gaat echt voor mij. Dat zie ik overduidelijk. Maar ik vind het nou heel erg hard om te vragen van... Hey, wil je de relatie met Hank verbreken? Maar ze blijft tenminste hier slapen. We gaan nog even een amoureuze omhelling doen. En dan gaan we even de volgende aflevering zien... wat er nou echt vannacht allemaal gaat gebeuren. Ik heb er een heleboel vertrouwen in. Want als jullie zien, gaat alles echt super, super goed. Dit gaat echt perfect, kan je het wel noemen. Alleen, nu zit ik dus wel met vragen om een relatie met Hank te verbreken. Ze heeft dus een relatie met Hank, dat weten we nu zeker. Dat is wel heel kut, maar ja, we kunnen denk ik wel even, ja, ik weet niet. We gaan gewoon de volgende aflevering met haar in bed en kijken wat we dan allemaal kunnen doen. Spannend. Nee, maar mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Ik zet hem op pauze. Dan zien we de volgende aflevering wat er gaat gebeuren. Doe een duimpje omhoog als je genoten hebt van deze aflevering. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden. Dan kom ik seks en ben je nog niet geabonneerd op mij. Druk dan even snel knopje abonneren. Dit is ook beneden. Dan ben je altijd op de hoogte op al mijn video's. 100 duimpjes omhoog gaan we dat halen. Dat gaan we zeker weten halen. Dankjewel daarvoor. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is doei mensen.